En welkom bij de fantastische video. Ik ben Marnie. Ik ben Cheriona. En jij kijkt naar Daily Twinlife. Vandaag hebben we weer een DIY voor jullie. Namelijk voor Moederdag. En het is... We vinden het zelf echt super leuk. We gaan hem zelf ook geven aan onze moeder. Dus het is namelijk de DIY Mason Jar Lamp. Mason jars zijn super leuk en schattig. En ja, jij bent misschien nog ook super leuk en schattig. En daar wordt je moeder natuurlijk super blij van. En wil je nou weten hoe je dit kan maken? Blijf dan vooral kijken. Ja, te beginnen. Wat je nodig hebt voor de Mason Jar Lamp. Een Mason Jar, een kandelaar, lichtjes, een batterij, eventueel een boa en een lijmpistool. Je begint met het opwarmen van het lijmpistool. En als die opgewarmd is, lijm dan het dekseltje van de Mason Jar aan de kandelaar. En dan zet je de kandelaar erop en druk je hem goed aan. Terwijl het dekseltje aan de kandelaar droogt, zet je de batterijen erin. Nu lijm je de batterijhouder aan het dekseltje. En nu prop je alle lichtjes in de Mason Jar. Je zou er eventueel ook een kerstslinger doorheen kunnen doen. Nu zet je het lampje aan en draai je de Mason Jar erop. Nu meet je de boa af en lijm je de twee uiteindes aan elkaar. Je zou ook iets anders kunnen gebruiken, bijvoorbeeld een lint. Nu schuif je de boa onder de lamp en tadaa, nu is hij klaar. En hoe schattig ziet hij eruit. Een super makkelijke DIY waarmee je moeder zeker blij mee kan maken. Nou, dit was dus de Mason Jar Lamp. Ik hoop dat je hem gaat namaken en aan je moeder gaat geven. En dat je moeder en jij er heel erg blij mee zijn. En heb je hem ook nagemaakt? Maak dan een foto als je Instagram hebt. Op Instagram, tag ons erin en dan kunnen wij hem liken. Yay! En ja, vond je deze video nou ook leuk? Doe dan vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan had. En volg ons ook op Instagram onder de naam DailyTwinLife. Vrijdag volg je terug. Oh ja. Wij volgen je terug. Vergeet ook niet een leuke reactie te plaatsen, want daar worden we natuurlijk altijd super duper 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 blij van. En als je dit aan je moeder hebt gegeven, laat dan ook vooral weten wat haar reactie was, want dat vinden wij natuurlijk ook heel leuk. Ja, tot de volgende keer. Doei!